nog een uur. Zondagochtend. Het is nou rond een uur of 10. Word ik al uit mijn bed gehaald door een of andere teringlaaier die buiten staat te werken natuurlijk. Het zal het niet zo zijn. Het is fucking zondag, mensen. Oh mijn god, hé. Hey. Eten. Ja, wacht dan maar eventjes. Snel om niet te vroeg. Ja. Weet je jongens, iets wat ik ga doen vandaag, het is zondag, echt een nutteloze dag. Ik ga lekker naar België toe, even naar Baarle-Nassau toe. Ik stap zo in de auto en ik rij weg. Waarom? Ja. Even lekker wat vuurwerk scoren. Eventjes kijken. Gezelligheid daar natuurlijk. Ik heb hier al een spulletje liggen, dus als jullie me herkennen natuurlijk naar me toe komen. Pyroboys AB 1.1, staat op mijn vestje. Het geld ligt ook al, dat is niet alles hoor. Was maar alles. Stickertjes. Lego. Zo. Lego. Spulletjes daar, oh. Oh. Shit, er ligt nog wat in. Dan moeten we er even uithalen. We gaan nog even tellen hoeveel we hebben in totaal. En dan gaan we maar eens. Zo. We zijn lekker aan het gassen. Maar die man moet even doorrijden, want god man, we gaan het lopen. Ja, hup, gaan naar rechts toe. Vader klootzak, hup. Nou, we komen dus onderweg. En we gaan er vandoor naar België. Zo, nog even kijken, wat staat daar? 14 kilometer. Schakelen. Ik moet even één hand doen. Dus we komen in de buurt, zeg maar, we gaan er nog zo. Lekker. Maar het is allemaal wat. Hoppatee. Baarle, toch? We zijn al lekker in de buurt. Ja, we rijden door. Een gas er wel, hoppatee. Kom er nog iets tegen. Ik zou het allemaal echt niet weten. Oh jawel, kaartjes hier. Baarle-Nassau, hoppatee. Mooi spul. Loods. Zo, we hebben alles weer. We gaan eventjes smokkelen. We staan nu nog in Baarle. Maar we hebben wel drinken gehad bij Loods natuurlijk. Harry Loods. Die geeft me altijd wel genoeg drinken dat ik in ieder geval thuis kom. Lekker dus. We gaan even naar huis. Ik laat jullie even collectie zien. En daarna rij ik even door naar de opslag. Dus houdoe. We zijn weer terug vanuit Baarle-Nassau. Ik heb er een paar dingen gekocht. Natuurlijk altijd meer als dat je wou kopen. Maar ja, weet je, we maken het uit. We gaan lekker beginnen. Ik ben twee keer geweest. Jullie hebben net gezien dat ik was geweest. Maar ik was vorige week eigenlijk ook al geweest. Maar toen had ik niet alles, want toen was Baarle dicht. Shout-out naar Witte Rook, het vuurkanaal natuurlijk. Ik was met hem ook geweest vorige week. Maar net ben ik eventjes zelf geweest. Ja? Nou, begin. Ik heb deze twee matten. Ze waren een aanbieding. 2 voor 10 euro. Normaal was deze al 10 euro. Ik weet niet echt wat het moet voorstellen. Maar het besteekt het wel af. We zien het wel. We hebben hier een 25 mm mat. Golden Willow. Lachen. En hier een 30 mm mat. Mot. Ook Golden Willow. Gaan we verder met wat matje, nog een matje Mandarijn. Mandarijn 1000. Ook een aanbiedingetje, maar die kreeg ik nog goedkoper mee. Hebben we bij Zena 3 keer nitraatcake. Die kleine cakejes. Ja, ik vind er niet veel aan, maar niet uit. Het is wel leuk. Een nieuwe die ik zag. Kleine salutpotje. Debbie Boep. Een mold, pyro mold. 6,50 is leuk. De Big Bang Mars was een aanbieding 7,50. De sticks die kreeg ik voor 10 euro. De Big Bang Solaris kreeg ik ook voor 10 euro. 50 pakjes Feng Shui Pau. Nou, dat is gewoon een lachspul. Ja toch? Die kreeg ik ook goedkoper. 3 pakjes Sky Salute Pyro Shop. Die kreeg ik ook voor een tientje. 1 Tivoli Pijl.
kostte me ook een tientje, kreeg ik ook mee voor 8 euro. Ik heb ze nog nooit gehad en hij zegt van nou, vergelijk ze dan maar eens met deze. Twee pakjes Sync 905 raketjes, ja die moest ik ook wel hebben, want die zijn gewoon echt goed. Hij zei, deze is al groter, maar die zijn echt niks minder, die zijn niks beter zeg maar. Die zijn gewoon slechter. Maar dan zie je dan wat van oplichten, het is 75 en dit is 75 gram, terwijl deze twee keer zo klein is, hè, maar oké. Okay. Dus die hebben we om te testen dan. Ja, die kreeg ik gratis bij Loods. 4 keer Colorful King Cracker. Die kost normaal 30 euro, nee, 22 euro per mat. Nou was het 2 voor 30 euro. Maar dat betaalde ik ook niet, dat vind ik nog te duur. Ik heb 2 voor 15 euro. Dus 30 euro aan Colorful Kings. Wat dummies heb ik nog meegenomen. We hebben dus heel vuurwerk. En we gaan snel doorrijden. Want ik hou het niet hier. Hey jongens, bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneren even lekker. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte van de video's die er aangekomen met al dit gave spul. Want er komt echt veel zooi aan. Ik heb nog een hele hoop video's staan. Maar die moet ik allemaal nog eventjes klaar gaan maken voor jullie. De compilaties komen er ook weer aan. Er komt van alles aan. Dus blijf op de hoogte van Pyro Boys B natuurlijk. Veilig. Maar toch mooi vuurwerk af kunnen steken. Houdoe.